De Universiteitsbibliotheek van Suriname organiseert als afsluiting van het Helmanjaar en 115 jaar Albert Helman vanaf 30 november een expositie getiteld Albert Helman. Helman was een Nederlands-Surinaamse schrijver, politicus en verzetstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Albert Helman was het pseudoniem van Lodewijk Lou Lichtveld. Hilde Neus van der Putten, redacteur van het Instituut voor Maatschappij-Wetenschappelijk Onderzoek, IMWO, heeft een inleiding gehouden met als titel Albert Helman in de bibliotheek. Zij gaf aan dat Helman eind jaren 40 minister van Onderwijs en Volksontwikkeling en tevens minister van Volksgezondheid was. Hij raakte echter verzeild in een hospitaalkwestie die in januari 1951 uiteindelijk tot zijn politieke val leidde. En dat was dus dat Helman, die later ook voorzitter van de Rekenkamer is geworden. Jullie weten, ze heel belangrijk orgaan in Suriname om alle staatsuitgaven te controleren. Hè? Iets wat nu de Rekenkamer is er wel, maar er wordt niet gecontroleerd. Er wordt geen verantwoording afgelegd. En dat is heel erg belangrijk. En nu hoorde ik van de week dat dus Helman met zijn slimme hoofd, dat is echt een hele slimme man, Die wist dus, oké, er zijn zoveel patiënten in het ziekenhuis. Ja? Ik zeg, op een bepaald moment zijn er 198 patiënten in het ziekenhuis. Ja? Nu was er een rekening voor brood. En die rekening, die betekende eigenlijk, kijk, wij kijken er niet naar. Het interesseert ons niet. Doe maar. 40 kilo brood aten die mensen per dag. Dat werd dus omgerekend. Er werd betaald voor 40 kilo brood per patiënt per dag. Daarvoor werd betaald. En als je niet naar die rekeningen kijkt, dan denk je, ja, het zal wel. Ja, maar Helman met zijn slimme hoofd, die heeft dat doorgerekend. En die heeft gezegd, ja, maar dit kan onmogelijk. Ja? Dus jongens, weg met die directeur. Neus gaf verder aan dat Helman niet alleen boeken schreef over Suriname, maar ook over heel wat andere landen waar hij ook woonde. Het meest bekende boek dat hij over Suriname schreef was Zuid-Zuidwest, een roman over Suriname en de verwaarlozing en uitbuiting ervan door de Nederlandse kolonisator, zegt Neus. Dit is fictie, ja? Dit is dus wat ontsproten is uit zijn fantasie. Verder heeft Helman ook heel erg veel geschreven over de Surinaamse cultuur, over de Surinaamse geschiedenis. Hier zie je er enkele voorbeelden van. En op een gegeven moment is hij dus ook uiteindelijk in Nederland gaan wonen. En hij heeft zich dus heel fel tegen de revolutie van 80 en de decembermoorden uitgesproken. Hè? Want eigenlijk zag hij dat wat er in de geschiedenis was gebeurd zich weer herhaalde en dat dat geen zoden aan de dijk zet. Hè? Dus dat is ook de reden waarom hij eigenlijk nooit meer in Suriname is geweest. Waarom hij op een gegeven moment ook niet meer echt zich bemoeid heeft met Suriname, maar hij had wel een hele duidelijke stellingname. Ja? Dus als je dingen wil weten over de cultuur van Suriname, dan is er genoeg te vinden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden hoor. Hilde Neus van Putten inleidde tijdens de opening van de expositie Albert Helman. De expo is op 30 november gestart en duurt tot en met 5 december. Het wordt gehouden in de Universiteitsbibliotheek aan de Leesweg.